centrale gast vandaag hier bij GymNow is niemand minder dan Jacques Vermeijer. Ik ben ermee groot geworden met jou, Jacques. Oh. En het is natuurlijk ook een eer en een genoegen om dan naast jou geflankeerd te zitten. Maar jij wordt tegenwoordig geflankeerd door een schildpad en een zebra. Wat is daar de bedoeling van? De bedoeling was om op te vallen. De vraag werd gesteld door de mensen van Zeppen en Ziki. En ik vond dat een heel rare vraag. Hè, want ik moest dat lied zingen, hè, na Reggie en Urbanus. Mm-hmm. Ik vond dat een vreemde vraag. En we hebben dat gedaan. Maar ik wou wel iemand hebben die indruk maakte op mij. En, maar ik vind dat plezant. Mijn kinderen zijn ook schoolgaand. Ook de kick om nog eens een nummer te maken met toch een klepper. En het resultaat is tamelijk bevredigend. We gaan er eerst eens even naar kijken, ja, naar het resultaat, ja, als dat voor jou goed is. Ik rijd op mijn fietsje lekker chillen in de stad. Rustig op het fietspad, jou zo doet de ziekie dat. Kom daar de geflipte gek in zijn bolide aan. En raast me full speed voorbij. Het is bijna een orkaan. Al die wind, ik vlieg omver en val hard op mijn gat. Uiteraard recht in de plaats. Boega, Jacques, ik ben wel verbaasd van jouw dance moves. Heb je die moeten afstoffen opnieuw of is het een stand-in waar ze dan achteraf gewoon jouw kop op hebben geplakt? Nee, ik had weinig tijd en ze zeggen doe maar wat. En dus ik heb dat in één keer gedaan. Dus ik heb het nummer, dat is 3 minuten, heb ik 3 minuten mij gegeven in die studio en dat was het. Ik was wel kapot. Ik denk, je hebt het toch sowieso 2 keer gedaan, want er zijn 2 verschillende outfits die er ah, ja, ja, ik heb het 2 keer gedaan. Hè. Ja, ja, maar de echte, in de witte kostuum, dat was een definitieve. En daar haal ik zo van alle rare dingen uit. Ik doe dat graag. Inspiratie die je hebt opgedaan uit recente videoclips die je ondertussen ook bekeken hebt? Nee. Ik heb pure Jacques Late Night. Ja, het oude rock'n'roll gehalte van mij, nog de Michael Jackson invloeden enzovoort. Nee, de groep, dat was iets anders, maar ik heb me daar even laten gaan, maar dat was wel even pompen dat ik gedaan heb. Ja. Het was ook een grote droom van jou om zanger te worden eigenlijk. Is die bij deze ingevuld of ja, nog niet helemaal? Ja, want ik heb vroeger nog met mijn KBR, denk ik, aan mijn toestanden gedaan, titels. En dan met Max heb ik de film mogen promoten in 1994. En dat had ik niet verwacht, want ik sta... Ja, ik kreeg van Jeff een bericht binnen dat we nummer 1 staan in de Vlaamse Ultra Top 15. Ik vond dat fantastisch. Ik vind dat plezant. De eerste nummer 1 het eigenlijk, hè? Ja, ja, want Max is nummer 2 geraakt, Vlaams, en dit nummer 1. En als je boven Christophe staat, ja, dat is natuurlijk de ultieme droom van iedereen. Dat is ultiem, ja. Dat is het summum eigenlijk waar je kan geraken, ja, in principe. Ja. Hebben ondertussen zich ook nogal featurings aangediend van andere artiesten die gevraagd hebben voor jou voor zo'n... een soort cameo te doen? Of? Ik misschien een andere vraag stellen. Nee, nog niet, nee, die vragen komen. Nog niet. Jammer, ik begrijp het niet. Zeppe en Ziek, het gaat over verkeersveiligheid. Of toch om jongeren bewust te maken over verkeersveiligheid. Ga jij nog veel met de fiets? En doe je dan ook effectief zo de fluovestjes en helmen aan? Want jouw tijd, toen als jij met de fiets leerde rijden, was dat niet aan de orde. Dan waren zijwieltjes het maximum. Ik weet, maar dat zou moeten. Maar het nadeel is dat mijn kinderen wonen op 200 meter van de schoolpoort. Ze gaan te voet. Dus dat probleem stelt zich niet, maar ik weet nog hoe. Ik heb de helmpjes voor de kinderen. Ze vonden dat niet plezant om aan te doen. Maar als ik met mijn kleine mannen ging gaan rijden, ja, dan moesten ze dat helmje wel dragen. En ze doen dat ook niet graag, maar ze zouden dat vaak moeten doen, ook die visjes. Gaf jij dan het goede voorbeeld en deed je het ook? Of, We kunnen dat misschien 2 keren opnemen, maar het is live, dat is het probleem. Ik gaf niet het goede voorbeeld, maar het zou feitelijk moeten. Ik ben ervan overtuigd, ja. Maar we hebben de vestjes ook gezien, want op het einde van de videoclip komen de vestjes ook mooi, effectief. Ja. Het zit wel mooi in elkaar. Ja, ja, ja. Dus dat is de bedoeling, dat we dat proberen een beetje toch tof te maken. Hè? Ja, en met nummers natuurlijk waarin jij de hoofdrol inneemt en de voetsporen of de schoenen moet vullen van onder andere Reggie, Pinkston en Urbanus. Het is niet gemakkelijk, maar je bent er wel degelijk in geslaagd. Ja, ik hoop het, ja. Goed.